Goedenavond, welkom. Ik wil u heel graag welkom heten namens de gemeente Beuningen, maar ook namens het bevrijdingscomité. Heel bijzonder moment. Heel bijzonder moment voor heel veel van ons hier, maar ook... Het komt niet vaak voor, denk ik, dat we s'avonds om 2:30 ons op zo'n speciaal punt verzamelen om zoiets gevonden te mogen leven. Meer details daarover en meer informatie gaan we zo horen. Dus ik wil als eerste graag het woord geven aan de burgemeester. En daarna zullen nog twee sprekers volgen. Dankjewel Marion. Ik ben op de eerste plaats ontzettend blij, maar ook vereerd dat u in zo'n grote getale hier bent op afstand gekomen. Omdat het natuurlijk niet een normaal tijdstip is. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat we nu een minuut of 2-3 voor 2:15 zitten. Omdat we misschien ons even kunnen realiseren dat toen om 2:15, 70 jaar geleden, dat hier neerkwam, we nu dus praten over de laatste 2-3 minuten van de levens van 6 belangrijke mensen. Belangrijk omdat zij een belangrijke rol ook speelden in wat er in de Tweede Wereldoorlog voor ons door anderen is gedaan. Ik kan het prima zien zo. Ja, dat dacht ik al. Wil nog afzet. Omdat wij niet mogen vergeten, als de mens zijn geschiedenis niet kent, maakt hij steeds opnieuw dezelfde fouten. Daarom moeten wij blijven leren van de fouten die onze voorouders hebben gemaakt. Omdat we nooit mogen vergeten welke mooie of slechte gebeurtenissen onze geschiedenis bepaald hebben, markeren we die gebeurtenissen. Zoals ook hier vandaag. En dan wil ik Ab Ruister en Tim Barlow vragen om het doek van de plaketten te halen. We staan stil bij het feit dat precies 70 jaar geleden er op deze plaats 6 mensen hun leven gaven voor de vrijheid voor ons zoals we hier nu staan. Een vrijheid die wij heel normaal vinden, maar waarvoor anderen gevochten en gestreden hebben. Zometeen spreekt Ab Ruister, een van de lokale getuigen van het neerstorten van een Engelse Lancaster bommenwerper hier in het Beuningse Veld, exact 70 jaar geleden. Hij was toen 11 jaar oud. Aansluitend spreekt Tim Barlow, een van de nabestaanden van Jack Osborne, een van de omgekomen Britse militairen uit dit vliegtuig. Daarna zal ik u vragen om 2 minuten stilte, waarna we deze bijeenkomst zullen eindigen met muziek. Omdat wij niet mogen vergeten. Ik geef het woord aan. Dames en heren, jonge lui die aanwezig zijn, zie ik gelukkig ook. Wat overkwam mij 70 jaar geleden? Rustig slapende werden we gewekt rond middernacht door mijn ouders. 3 broers en 3 zussen van mij. 1 broer was in Duitsland, die was dwangarbeider opgeroepen. En 2 zussen van mij werken in het klooster in Nijmegen. Wij moesten naar beneden komen, maar voordat we beneden waren, merkten we al dat de lucht vol met gebrom was en dat zelfs zoveel vliegtuigen in de lucht waren die nacht. We waren echt wel wat gewend nog, maar toen was het wel heel erg. 600 vliegtuigen waren vanuit Engeland op weg naar Mülheim, het stadje in het hart van de oorlogsindustrie van Duitsland. Dat moest gebombardeerd worden. Een enorme knal kwam en een zwarte rook uit het vliegtuig kwam. Ja, en dat was geraakt. Die vloog in vlam. Die ging terug richting om het dorp te ontwijken. Wij natuurlijk langs het huis, want dat was natuurlijk een verlichting in de lucht. Dat was om het hoek van het huis kijkend dat hij hier naartoe ging. Door de hitte is een van de propellers eerder afgevallen. En het grootste gedeelte van het vliegtuig, de rechterkant, is hier 300 meter van de woningen, 250 meter vanaf de Wilhelminalaan, toenmalige steek, daar terecht gekomen en hier terug aan de rand van de weg het andere gedeelte. Het is op de
Dames, heren, vrienden. I'm sorry this is now in English. I'm proud, honored, and privileged to be with you here tonight at the crash site of LM325. Partly because you think it's so important to honor further, and also because my family have had a long relationship with this area, town, and your friendship. I'm related to one of the crew members, as Apples was said. Jack Osborne is my out-om, and he is buried in Uden. My uncle Jack enlisted into the RAF at the age of 19. He decided, because he had no wife or children himself, he could save another wife or child the loss of their relative if he was killed in their place. 70 years ago, to this very minute, Jack and his closest friends were making their way on their third mission, a mission that ended here in this field. It is with some of the wreckage from their plane that you have generously and with great care ensured their sacrifice has been given the chance to be remembered. Ab Ralston remembers the night. His family watched as the Lancaster circled Boningen on fire and descending to earth. Ab remembers the sights, sounds and smells of an event that has brought me to you and us to here. Ab saw them give their today for our tomorrow. Ab saw Witchen from the light of the explosion. 70 years ago tomorrow, your local policeman, Mr. Costa, found a parachute, unexploded bombs, clothing, craters, and their bodies. With the unveiling of the plaque here tonight, I hope we're able to give the future generations the chance to share some moments of reflection with the thought of what happened here 70 years ago. Jack went to war looking for honour and distinction, and through you, I think he found it. It is up to us now to make sure the lessons of the past benefit our future. Ted Williams survived the crash. He made the 23rd of June his lucky day because he had another chance to live. And for the rest of his life, he lived for six people because his friends didn't get all of the chances that he had and that we have. We must remember why they fought and for what they fought, because we have the chance to live in peace with our friends. With our friends we have not yet made, and the friends who do not yet wish to be our friends. I am the fourth generation of our family to have been associated with this site. Jack's mother, sister, and niece were here in 1950. I am here now, and we will be back. Families Brausten, Van den Hurk, Meltjes van Aert, the schools, and all of you here, your friendship has been the greatest discovery I've made whilst writing my story, Jack's story, and I wouldn't be here without your help. Thank you very much. En dan wil ik u nu vragen om een moment stil te zijn met uw eigen gedachten.